is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Wij gaan waarschijnlijk wel aan de avondklok houden. Ja. Want s'avonds komen we toch sowieso weinig op pad. Jazeker. Als ik kan helpen voor iedereen, zal ik dat doen. Ja, dat is voor mij geen enkel probleem. Want ik ben s'avonds toch meestal al binnen. En alle beetjes helpen, denk ik maar. Dus laat iedereen zich daaraan houden. Dus de eerder zijn we er vanaf. Dat idee heb ik meer. En voor mij betekent het alleen maar een andere verschuiving van mijn werkzaamheden. En van mijn activiteiten. Meer niet. Geen activiteiten s'avonds gepland? Nee. In principe niet, nee. Moet u activiteiten nu gaan afzeggen of gaan verplaatsen omdat de avondklok ingaat? Nee hoor, dat is voor mij geen probleem. Ik ben toch meestal s'avonds gewoon thuis. Dus nou, en verder is er niks open of waar je naartoe kan. Dus dan houdt het al snel op. Dus dat is voor mij geen probleem inderdaad. Ik wandel graag. Dat betekent dat ik, als mijn activiteiten dat toelaten, dat ik soms na zonsondergang nog een uurtje buiten loop. En dat doet mij goed. En dus vandaar dat ik dat opvolg. Hoogstwaarschijnlijk is het vanaf 8:30 s'avonds tot 4:30 in s'morgen, zeg maar. Ja. Vindt u dat een goede tijd? In principe is dat een prima tijd. Na 8, dus 8:30 is dat prima. Ja. En daarvoor zie ik het... zie ik het niet zitten, zoiets? Nee. Ik praat voor mezelf. Voor mij is het prima tijd. En als het helpt, nogmaals, zal ik het doen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen van, joh, doe het iets later. Omdat mijn diensten beginnen, bijvoorbeeld avonddiensten. Dat kan ik niet inschatten. Voor mij betekent het prima. Is het prima. Het werkt. Nee, ik denk dat dat wel een goed tijdvak is. Ik bedoel, s'avonds kan iedereen nog even zijn hondje uitlaten voor 8:30, denk dan maar. En... Nou ja, voor 4:30, ja, mits het voor je werk is, of dat kan natuurlijk wel, ligt er maar net aan wat je moet doen, dat je zo vroeg al weggaat, maar voor mij is dat geen enkel probleem hoor.